Syrië, Islamitische Staat, oorlog in Libië, Afghanistan. We praten over een probleem waarvan we eigenlijk de omvang bijna niet kunnen bevatten. Europe's migrant crisis is getting worse by the day. These people are coming from many different countries and fleeing everything from civil war to economic stagnation. In een paar uur tijd zijn 16 boten met ruim 650 migranten aangekomen op de Griekse eilanden voor de Turkse kust. To slam the door in the face of these families would betray our deepest values. That we do unto others as we would have them do unto us. Als er al een held in dit verhaal is, dan is het mijn vrouw. Want die zag van, oké, je kunt een burn-out en een depressie hebben, maar dat betekent niet dat je gewoon maar rust moet houden op de bank. Dat betekent dat je weer iets moet vinden waar je ook in gelooft. En daar probeer ik elke dag met vallen en opstaan een beetje aan te werken. Op papier had ik echt het mooiste leven wat je kunt voorstellen. Prachtvrouw, een super gezin en ik had een hele mooie baan. Maar er knaagde, er schuurde ook iets als ik uit mijn werk kwam en met de kinderen naar het jeugdjournaal keek. Elke dag zie en hoor je heftige verhalen over vluchtelingen. Veel mensen praten erover en zijn ervan geschrokken. Want ik zag ook wat iedereen toen heeft gezien. Een kleutertje met een rood shirtje met zijn gezicht in het zand. En ik denk, dit klopt niet. En ik kon het ook niet uitleggen aan de kinderen dat dit nou eenmaal zo gaat. Dus ik heb ergens, het is gewoon kortsluiting geweest. Ik was aan het trainen voor een marathon en hier in het dorp. En van het een op het andere moment wist ik niet meer waar ik was. Echt gewoon niet. Dus ik weet niet eens hoe ik thuis ben gekomen. En de volgende ochtend zat ik bij de huisarts. En die was eigenlijk heel duidelijk van, u heeft een burn-out, /depressie. En toen zat ik thuis. Jalla! Het is niet het enige incident met vluchtelingen die per boot Europa proberen te bereiken. In fact, most of these boats that leave Libya never make it to Italy. So in most cases, it's a race against time. The rescue workers have to get there before this ship sink. Die maanden van herstel, toen ben ik gaan nadenken van wat vind ik nou werkelijk belangrijk. Dat was voor mij wel de reden om ontslag te nemen. En 2 weken later zat ik op een reddingsboot voor de kust van Lesbos. Europa wil deze mensen gewoon niet. Terwijl het een basisrecht is voor elk mens op aarde om asiel aan te vragen. Alleen moet je wel in het land zijn waar je asiel moet aanvragen. Dus je moet eerst je leven riskeren. Op een bootje vanuit Turkije of een bootje vanuit Libië. Heb je dat overleefd, dan wacht je een jarenlange tijd waarin je gewoon moet wachten tot je procedure een keer gaat beginnen. Afgelopen zomer sprak ik een Afghaans gezin. Die hadden een brief gekregen van de Griekse overheid. Uw volgende interview is op dinsdag 12 december om 4 uur 's middags 2023. En die mensen wonen in een hutje van vuilniszakken. Ja, dan schaam ik me kapot. Afgelopen 5 jaar heb ik in totaal met de teams waarin ik werkte meer dan 2000 mensen kunnen redden. Mensen die anders zeker weten verdronken zouden zijn. En er is er eentje die ligt me heel na aan het hart. En dat was een redding waarbij we ver van het moederschip moesten zijn. Dus ik werk op een kleinere reddingsboot die onderdeel is van een grote schip. En hoe verder we bij het moederschip vandaan zijn, hoe spannender het is, want dan staan we er alleen voor. En een collega heeft gehad dat er een boot met 150 mensen
dreef. En het ene moment was de boot nog in de orde en het volgende moment scheurt de bodem en zakken er 50 mensen door de bodem. Niets meer van gezien. Dus dat zijn voor ons hele spannende momenten. We begonnen met het uitdelen van de zwemvesten. En een collega wees me erop en die zei, moet je kijken wat daar aan de voorkant van de boot gebeurt. Dus bij ons wel 10 meter vandaan. Er staken mensen hun handen in de lucht als een soort wave in een voetbalstadion. En op die handen, daar tolde een soort pakketje. Een beetje wit, groezelig. En dat werd doorgegeven, soms duikelde het even naar beneden, maar dat kwam langzaam onze kant op. En ik stond gewoon strak van de adrenaline. En mijn eerste reactie was gewoon platte ergernis. Wie haalt het in zijn hoofd om in een situatie die zo precair is, want tot het moment dat iedereen een zwemvest heeft, is het gewoon een drijvende doodskist. Wie haalt het in zijn hoofd om alvast even zijn bagage door te geven? Maar het pakketje kwam dichter en dichterbij en op een gegeven moment de laatste pakte het vast en die kwakte het zo in mijn armen. En ik had het werkelijk bijna gewoon pontificaal zo naast me in de golven gegooid om duidelijk te maken, geen bagage. En in een reflex keek ik naar wat ik eigenlijk in mijn armen had. En daar lag een heel klein meisje. Sarah bleek ze te heten. Was 4 dagen daarvoor geboren. En Sarah en haar moeder overleefden die dag. En ik heb nog regelmatig als ik denk wat ik doe in die kampen of op zee. Het slaat nergens op. Het is too little too late. Het is een druppel op een gloeiende plaat. Dan denk ik aan die lange lijst van 20.000 mensen die daar afgelopen jaar verdronken zijn. En die lijst wordt vandaag weer langer. Dan denk ik, maar die dag, Sarah en haar moeder van die lijst gehaald. Ik stap elke keer weer in het vliegtuig om naar kampen te gaan of op zee in de hoop dat ik vergeten broers en zussen kan laten ervaren dat ze gezien en geliefd zijn. En gelukkig gaat het dan over meer dan gezien worden door Rob Timmerman. Ik werk altijd in humanitaire rampsettings en daar praat je niet over religie. Dat doe je niet. Je wil ook niet dat de ambulancebroeder die jou aan het reanimeren is gaat zeggen, hey, ken je Jezus? Heel vaak past dat. Dat past niet, dat is fout. Aan de andere kant, als ik geen christen zou zijn, als ik niet de liefde van God ook zelf ervaren zou hebben, dan zou ik dit werk ook helemaal niet kunnen doen. Ik probeer met de mensen met wie ik werk, ik probeer naar hen te kijken op de manier hoe God naar hen zou kijken. Probeer. Gaat met vallen en opstaan. Maar ik hoop dat mensen in het contact met mij iets ervaren van Gods zegen. En ik ben heel blij dat ik mensen die bijvoorbeeld redden van zee en die hun vrienden of familie verloren zijn, die liggen nog dood onder in die rubberboot. Ik ben heel blij dat ik dan iemand kan zegenen. Kan zeggen, ik wens je al het goede van God. Ik weet niet wie je bent, waar je vandaan komt, wat je drijfveren zijn, waar je naartoe gaat. Daar heb ik allemaal geen invloed op. Maar ik ben dan heel blij dat ik iets rijkers kan bieden dan toi, toi, toi. Maar dat ik kan zeggen, ik zegen je. En ik ken je niet. Ik heb je niet onvoorwaardelijk lief. Maar er is iemand die jou kent. En die wat jij ook meemaakt, die is er. Ik ben verliefd op het idee dat God aan de ene kant de wereld vasthoudt en aan de andere kant al de namen van deze mensen in zijn handpalm staan. Dus het zijn voor mij vaak misschien ook wel een soort kinderbijbelideeën, maar die heb ik ook keihard nodig. Dat zou ik nergens op slaan. Want ik geloof niet in optimisme, in elkaar sterkte wensen, in toi, toi, toi. Nee, er is iets beters, iets mooiers, iets hoopvollers. Waarvan ik hoop dat het
door de simpele dingen die ik doe, het vallen en opstaan, dat dat doorstraalt op de donkerste plekken.